Bedankt om. Oh, kijk, voilà. Zo wordt het gezegd dat we opgenomen worden. De aanleiding van deze sessie is het feit dat ik in HRD Academy 4 trainingen organiseer vanaf het najaar. En dat is dus een informatiesessie. Ik gebruik echter deze sessie om ook jullie te ontmoeten en om mijn verhaal te brengen waarover het eigenlijk gaat, waarmee ik bezig ben ook. En dat verhaal is voor mij belangrijker dan opleidingen en trainingen geven. Waarom doen we dat, die trainingen? Waarom wil je je opleiden? En waarvoor? En waartoe? Dus dat staat voor mij vooraan. En het eerste waarmee ik wil beginnen, ik zal 5 rubriekjes onderscheiden in deze 2 uur. En na een uur gaan we ook eventjes pauzeren. En in die 5 onderdelen ga ik eerst beginnen met een kader te schetsen. Dan ga ik even zelf dingen aanbrengen, zelf vertellen. En dan ga ik jullie in een breakout room gooien. Hè. Dus dat is ook plezant om ondertussen wat te netwerken, per 3. En daarna wil ik dan die 4 trainingen uitleggen, maar vooral gebruiken om de achterliggende visie mee te geven. Het is dus een stukje ontmoeting tussen ons en op 2 breakout rooms en de chat gebruiken, dat is handig. Die 4 trainingen draaien voor mij allemaal, en dat is mijn eerste onderdeeltje nu, rond professionele identiteit. Wat betekent het vandaag om professional te zijn in deze complexe samenleving? En ik heb gezien aan jullie inschrijvingen dat jullie beroepsrollen erg verschillend zijn. Ik zal jullie dat straks in de chat laten schrijven. Maar er is een heel breed bereik van leraren, coaches, leidinggevenden, verkopers, veranderaars, hulpverleners. We zijn een grote groep van dienstverlenende professionals die met andere mensen werken en met organisaties werken of met burgers werken. En voor mij staat professionele identiteit centraal in wat ik allemaal doe. En vooral de ontwikkeling daarin. Want we zijn ondertussen historisch gezien in een heel interessante ontwikkeling rond professionele identiteit. Vandaag de dag verwachten wij andere zaken. In de 20e eeuw, en ik heb een beetje een karikatuur gemaakt, in de 20e eeuw ging het vooral over objectief zijn, specialistisch zijn, binnen je vak goed werk leveren, loyaal zijn aan je organisatie, aan je klant loyaal zijn, hoofd en handen enzovoort. Je kent dat profiel. En heel velen van ons zijn ook zo opgeleid. In de 21e eeuw hebben we een doorontwikkeling daarvan. Want ik ben altijd voorstander dat we de goede zaken behouden. Objectiviteit behouden we. Maar je mag ook meespelen. Je mag ook subject inbrengen. Je mag aan zelfonthulling doen. Meer zelfs, we verwachten dat een professional aan zelfonthulling doet. Dat hij mens is ten opzichte van zijn klant. We verwachten dat hij een generalistische blik heeft. Dat hij ook die maatschappij en die grotere kaders meeneemt in zijn denken. We verwachten dat hij niet alleen met individuen bezig is, maar ook in de meso- en de macro-systemen bezig is. Je kunt schakelen, met andere woorden. Je bent loyaal, maar vooral merk ik dat heel veel hogescholen bijvoorbeeld inzetten om hun masteropleidingen eigenzinnige professionals af te leveren. Mensen die kunnen innoveren. Mensen die durven in de grijze zone een verschil maken. Die dus gaan voor het goede en niet alleen voor het goed doen. Hoofd, hart en handen. Co-creatief zijn. Dat is de ontwikkeling. En daar kijk ik naar en dat wil ik ondersteunen. En ik werk samen met HRD Academie. Maar ik heb zelf een eigen beweging, een website ook, Deep Evolvement. En het gaat bij mij erover om professionals methodiek aan te reiken om die nieuwe profielen te doen in hun praktijken. En zo
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van organisaties en samenleving. En dat zegt ook iets over mij. Ik ben 63 jaar ondertussen, mijn fijne carrière. Hè. Ik heb heel veel achter mij. Ik ben zeer zwaar academisch opgeleid. Psychologie, filosofie, antropologie. Ik ben gepromoveerd. Maar ik ben ook een NLP-trainer. Ik ben een master NLP-trainer. Dus ik combineer de filosofie, het abstracte, het reflecteren, combineer ik met hands-on tools. We hebben methodiek nodig. Nu kennen jullie heel veel methodes. Deep democratie, theorie U, Hoffman-model, NLP met zijn logische niveaus, van Dills, geweldloze communicatie, presence-theorie. Er zijn zoveel verschillende invalshoeken, methodisch gezien. En je ziet dat doorheen die methodes wij ook iets anders willen gaan doen als professional, als facilitator. We willen eigenlijk een verdiepingsslag maken. We zijn dus in de maatschappij wel pioniers met al die methodes. En ik kijk naar die grote groep. En aan die grote groep wil ik dus methodes aanbrengen die het nieuwe wereldmodel ook ingang doen vinden. Want professionals hebben het heel vaak moeilijk. Die willen het concreet hebben. Wat moet ik dan precies doen? Als ik bijvoorbeeld zeg dat we naar een inclusief, dialogisch wereldmodel gaan, ecologisch wereldmodel, holistisch, dan vinden heel velen dat zweverig. Dus hoe kan ik dat concreet doen? Ik ontwikkel stappenplannen om met individuen te werken, om met groepen te werken, om met organisatieontwikkeling bezig te zijn. Ik ontwikkel denkmodellen, stappenplannen, teksten enzovoort. Ik heb ondertussen 18 boeken geschreven. Ik ben nu aan mijn 19e boek bezig. Dus die methodes zijn allemaal handboeken geworden. Ik nodig je uit om daar eens naar te surfen. En je zult ook wel de missie voelen die doorheen al mijn methodes doorsijpelt. En dit is een modelletje uit de epistemologie, uit de filosofie. En dat is iets dat waar ik echt voor ga. Dat is dat als je professional vandaag de dag goed meesterschap wil, dan heb je zowel een wereldmodel nodig, die abstracte filosofie, als de heel concrete methodes. Heel veel trainingen zijn veel te plat, veel te veel gericht op methodes leren. Maar anderzijds merk je dat veel HBO-opleidingen, sociaal werk, pedagogiek enzovoort, dan veel inzetten op de kennisbasis. Er wordt nog altijd veel kennis aangebracht. En dan is die koppeling met methodes vaak zoek. Dus die mindset en die handelingsprincipes maken die koppeling. En dat is dus een soort verticaliteit in hoe dat je met je vak bezig bent. Sociaal werken, pedagogiek, leraar, leidinggevende, manager, consultant, enzovoort, enzovoort. Een goede professional die integreert zijn filosofische uitgangspunten in concrete methodes die je in de praktijk doet. En dat is hetgeen dat er nodig is vandaag de dag. Nu, voordat we hier, dat ik nu met mijn vier zaken begin, wil ik even dat we de chat gebruiken. En dat we, schrijf even in de chat om te beginnen wat jouw beroepsrol is. Zo kunnen we elkaar ook volgen in wie dat we zijn, hè? Je audio, iemand zegt dat die audio het niet doet. Kijk eens of dat je geluid aanstaat op je computer. Of opnieuw opstart, ja. Trainer, arts, coach, docent, docenten, medewerker HR, expert, interne consultant, ja. Begeleidingskundige, HR professional, interim, talenten development, coördinator, lector, organisatiecoach, senior trainer, podcastmaster, coach, strateeg, maatschappelijk begeleider, onderwijsadviseur. Het is, onze groep is heel, heel verscheiden. En ik ben daar heel blij mee. Mediatie enzovoort. Mm-hmm.
Ja, autisme coach, workplace activisme, transformational leader. Tegenwoordig vinden we ook allemaal nieuwe namen om onszelf te typeren. Je merkt ook aan die namen dat een klassieke functieomschrijving niet meer werkt. We zijn als mens bezig, met je missie bezig. En je zit ergens in op een of andere plek te acteren. Maar eigenlijk werk je vanuit jezelf. De functie is minder belangrijk geworden dan wat je zelf wil brengen. Dus daarover nadenkend ben ik beginnen kijken. Oké, die professional vandaag de dag, wat heeft die nodig? Wat moet hij in huis hebben van competenties, van mindset, om te kunnen floreren op de plek der moeite? En dat heeft mij doen nadenken over echt competentieprofiel. Het eerste product dat ik wil vertellen, noem ik Wicked Skills. Ik heb 4 producten, 4 trainingen. En Wicked Skills is de absolute basis die veel mensen in het begin van hun carrière opdoen. Dat gaat over communicatie, samenwerken, leren luisteren, empathie, time management, vergadertechnieken, onderhandelen, een beetje coachen. Dat is een hele grote soort soft skills, noemden ze dat vroeger, soft skills. Of 21e eeuwse vaardigheden, als je de digitale vaardigheden er ook bij neemt. En ik ben beginnen kijken naar die groep, naar het belang daarvan. Die groep vaardigheden is superbelangrijk, omdat dat het verschil maakt in je specialistisch werk. Te vaak merk ik dat ik vragen krijg als coach of iemand die met groepen werkt. Hoe doe je dat om met weerstand om te gaan? En dan moet ik eigenlijk zeggen, heb je aan framing gedaan? Kaderen. Want een kader bepaalt of dat iemand met je meegaat of niet. Ja, we zijn niet van gehoord van kaderen. Hè? De introductie van gelijk welke sessie dat je doet met een groep, is framing. Je kadert. En tijdens dat je werkt, kader je en op het einde kader je nog. En dat is jouw leiderschap. Je kadert. Kaderen is een wicked skill, noem ik dat. Is eigenlijk een vaardigheid die we vandaag de dag nodig hebben om in relaties met anderen helder neer te zetten wat je intentie is. Wat dat je te doen hebt. Wat dat je wil doen. En dan kan de ander daar ja of nee tegen zeggen. En zo ben ik beginnen nadenken wat zijn cognitieve, emotionele en relationele basisvaardigheden die er nodig zijn om te floreren in complexe omgevingen. Wicked problems, ask for wicked skills. En ik heb daar een lijstje van gemaakt. En ik noem het Wicked Skills Lab. Als je daarop inschrijft, dat zijn 10 dagen training. Keiharde training. Patronen leren zien. Leren afstemmen op verschillende soorten mensen. Leren leiderschap pakken in een gesprek. Leren kaderen. Suggestieve taalpatronen leren gebruiken. En dat geeft een antwoord op het feit dat we vandaag de dag, de VUCA-wereld wordt er ook gezegd, dat we in een heel complexe omgeving. We zitten eigenlijk aan het stuur van een auto. Tja, dat we niet onder controle hebben. En er wordt daar veel over nagedacht. Wat zijn dan die essentiële vaardigheden die eigenlijk elke burger nodig heeft? Maar ik houd vandaag bij professionals. En de lijst die bijvoorbeeld World Economic Forum gebruikt, die varieert. Maar het gaat altijd ongeveer over hetzelfde. Complexe problemen leren begrijpen, er leren naar kijken, critical thinking, creativiteit enzovoort, people skills. En mijn lijstje is het volgende. En ik ga er een paar uitlichten om je te accentueren. En daarna gaan we in breakout rooms nadenken over, even vergelijken, hoe ver sta je met jezelf als het gaat over die basisvaardigheden. Je bent misschien al coach of leraar, of je werkt met groepen, of je bent HR. Maar hoe bekwaam ben je om in je beïnvloedingscirkel een verschil te maken? Hoe bekwaam ben je daar eigenlijk in? Puur op vlak van basisvaardigheden. En ik heb het dus niet over
de beroepsrol coaching, of de beroepsrol teamcoach, of de beroepsrol consultant. Ja, je mag daar een foto van nemen. Dan kun je dat straks in de breakout room voor je houden. We verwachten vandaag de dag dat een professional zich authentiek kan inzetten in zijn beroepsrol. Dat je een mens voor je hebt. En dat noemen ze in Duits Bildung. Namelijk een rijke persoon zijn. Hoe is het in feite in godsnaam mogelijk dat sommige verandermanagers hun eigen patronen nog niet zien in hoe dat ze communiceren? Ja, inderdaad. Ja, voilà. Je acht het niet voor mogelijk dat, dat de zelfkennis van heel veel mensen nog tekort schiet. En dan staan ze verwonderd. Hé, hey, het werkt niet. Hoe komt dat hier? Er is geen probleem dat je nog niet aan Bildung hebt gedaan. Daarvoor dienen juist opleidingen. Maar dat je ondertussen 10 of 20 jaar bezig bent in je vak en niet bereid bent om na te denken over je eigen functioneren, dit is er echt wel helemaal aan het uitgaan. Dit aanvaarden we niet meer. Dat een collega of een leidinggevende zijn eigen patronen niet eens kent, niet toegankelijk is voor feedback. Dus dit is ook wel een lijstje die normatief is. Dit is iets dat ook in onze tijdsgeest verwacht wordt van alle professionals. Paul Omen zei het daar straks, meervoudige perspectieven. Dat we in een postmodern tijdperk leven waarin dat je kunt perspectieven afwisselen. We aanvaarden het niet meer dat iemand fundamentalistisch, dogmatisch zich te verdedigen of in debat gaan. Nog altijd die debatcultuur. Dat is niet meer hetgeen dat we nodig hebben. Wat we nodig hebben is, en dat is dan een vaardigheid die ik graag train, meerzijdige partijdigheid. Dat leren mediators leren dan. Ik heb ook een mediationopleiding voor. Dus in mediation ga je partij trekken voor iedereen. Je bent niet onpartijdig, je trekt partij. En je speelt zelf ook mee. Meerzijdige partijdigheid. Dan je verbinden van mens tot mens. Ja, dat triade is dialogiseren, noem ik. Het gaat niet dialogiseren dat je tegenover iemand anders zit. Het gaat hem over co-creatief samen naast iemand zitten. Triade is in een driehoek werken en samen kijken naar een onderwerp. Dat patroon, dat heb ik gehaald uit de neuropsychologie. Dat is als je kijkt hoe dat mensen optimaal samenwerken, dan gaan ze nooit tegenover elkaar zitten. Ze gaan naast elkaar zitten en ze kijken naar een gedeeld onderwerp. En uit die driehoek ontstaat er co-creatie. Dat basispatroon, triadisch dialogiseren, dat train ik, dat drill ik. En nog, als ik bijvoorbeeld in een school training geef aan docenten, want ik kom in heel veel verschillende sectoren, bedrijven, zorginstellingen, blablabla. Dan de mentoren in een school hebben gesprekken met leerlingen en gaan tegenover die leerling zitten. Dat moet je dus absoluut niet doen in de ogen kijken van de leerling. Je moet daarnaast gaan zitten. Zo'n simpele zaken. Als je vergadert en je zit achter een tafel, dan weet je dat je anders dialogiseert dan als je een kring vormt zonder tafels. Of al wandelend vergadert of spreekt met elkaar. We zitten in een enorm boeiende tijd dat er nieuwe patronen zijn, nieuwe basisvaardigheden zijn die echt een verschil maken. Het is aan het komen. Ik heb dat niet uitgevonden. Ik speel maar in op wat er aan de gang is en ik maak er training van. Ik maak dat helder. Dat is mijn talent. Patronen kunnen zien. Je loopt in een organisatie rond. Stagiairs gaan dat onmiddellijk zeggen. Oh, het gaat er hier zo aan toe. Maar mensen die al 10 jaar in de organisatie werken, die zijn volledig weggezakt, blinde vlek. En ze zien niet meer wat er typisch is aan hun organisatie. Ze hebben geen metacognitie om te zien wat er aan het gebeuren is. En vanuit die patronen, en dat is echt ook mijn dada, dat is kennis creëren. Dus als je nu een dialoog hebt, en dat, ja, dat kan misschien al goed lukken, maar creëer je dan ook kennis? Maak je dat hard, die kennis? Schrijf je dat op? Of ben je zo'n coach of therapeut die op het einde van zijn leven fantastisch mooi werk gedaan heeft,
maar in feite niks heeft geconsolideerd. Wij verwachten vandaag de dag dat je onderzoeken bezig bent en dat je kennis creëert. Dat is nieuw, want vele mensen zeggen, ik schrijf niet, ik ben niet bezig met mezelf te documenteren. Eventjes over nadenken. Wat zijn de patronen? Welke kennis ontstaat er doorheen je werk? En hoe kun je dan influencer worden? Dat je anderen inspireert met die kennis die je creëert. Super, super boeiend. De vijfde. Kijk, ik ga ze niet allemaal doen, want anders zitten we hier om 1 uur nog met dat lijstje. Ik stop bij de vijfde. Wisselen tussen rollen. Hoe vaak dat ik merk dat bijvoorbeeld leidinggevende of leraars in een monocultuur zitten. Ze doen 1 rol. En als ik zeg, je kunt naast die rol toch ook coachen bijvoorbeeld. Of je kunt dan een leraar zeggen, je kunt toch een combinatie maken van je leerling beoordelen en coachen en docent zijn. Kun je dat combineren? Je zegt, ik kan dat niet combineren. Ik kan niet mijn student coachen en hem dan op het einde van de rit beoordelen. Ik kan dat niet combineren. We kunnen het daarover hebben. Maar dit is een nieuwe vaardigheid om meer stemmig te zijn in je identiteit. Om dat te kunnen, een soort zelfmanagement te doen. Kijk, al die vaardigheden die je hier leest, en je hebt er nog de anderen ook gelezen, dat zijn nieuwe vaardigheden die je een profiel, als je die allemaal samenbrengt, krijg je een profiel van iemand die ver doorgegroeid is om heden ten dagen in complexe omgevingen goed werk te leveren en het goede te doen. Je kunt navigeren in complexiteit. Als je dat niet in huis hebt, dan kom je van alles tegen. En ik kan u verzekeren, ik ben de eerste om toe te geven dat ik heel veel mislukkingen heb meegemaakt, heel veel fouten heb gemaakt. En het is pas op het einde van mijn leven dat ik kan zeggen, had ik dat maar geweten, dan had ik dat toch anders aangepakt. Dus er is een profiel waaruit dat je kunt leren, waarin dat je jezelf kunt sterk maken om te floreren op jouw plek der moeite, waar dat je echt een goed verschil wil maken. Jullie hebben dat lijstje gezien. Voor ik jullie in breakout rooms breng, mag ik even vragen of dat er nog vragen zijn over die competenties? Zijn er technische vragen of inhoudelijke vragen? Ik was even gefascineerd bij, je noemde woe-wij. Ja. En ik vind het wel interessant, hoe pas je dat daarin? We verwachten vandaag de dag ook van professionals dat zij niet alleen doenerig zijn en denkend bezig zijn, maar dat ze ook een mindset hebben van vertragen, verstillen, intunen op de energie van een veld. En als ik dat nu zo zeg, dan zijn er veel managers die al zeggen, ja, maar wacht eens, we gaan niet zweven. Hè. Maar spiritualiteit, dat is ook een te moeilijk woord, vertaalt zich vandaag de dag in mindset. We hebben fixed mindset en grow mindset. Maar dus woe-wij is het taoïstisch begrip om te zeggen, je kunt ook een effect hebben in je circle of influence door niet te handelen. Door je intentie te gebruiken. En nadenken over woe-wij, dat is een levenslange spirituele tocht. Hè? Hoe kan ik door mijn intenties creëren wat ik eigenlijk wil laten gebeuren? En dat is het contrast. We hebben dat in het Westen ook echt nodig. We zijn zo maakbaar bezig, zo doenerig bezig. Wij gebruiken in feite de kracht niet van onze energieën in ons systeem. Dus je ziet dat ik heel breed ga van cognitieve vaardigheden, heel technische cognitieve vaardigheden, maar ook emotioneel kunnen afstemmen op mensen, relationele vaardigheden en ook spirituele vaardigheden. Vertaal dat. En als je vertaalt, als ik in een groepsessie zit met professionals, wat dat heel vaak voorkomt, oké, we gaan vertragen, we gaan iedereen beluisteren. En na een tijd zijn mensen op hun honger. Ze willen resultaat. Ze worden ongeduldig. Je voelt het gewoon aan de onrust bij mensen. En dan kun je gewoon eventjes uitleg geven
want ik heb een meer stemmige identiteit. Dus ik zeg van, ik was aan het faciliteren. Ik zeg van, ik zal even iets uitleggen wat ik aan het doen ben. Framing. En ik zeg dan van, kijk, vertragen is noodzakelijk om een bepaald iets te laten opborrelen. Otto Scharmer heeft dat natuurlijk ook heel goed als uitgangspunt begrepen. Je moet vertragen om iets te laten ontstaan. Iedereen die creatief bezig is, weet dat. Gaan staren in de verte enzovoort. Als je een beetje de neuropsychologie uitlegt aan mensen en niet spreekt over spirituele, taoïstische, hè, dan begrijpen ze dat wel. Dat even eruit gaan, even een pauze nemen en dan terugkeren, dat dat helpt om je hersenen iets te laten vinden. Dit is puur ook psychologie. En je ziet ook vandaag de dag dat dat aan het binnenkomen is bij heel veel mensen. Spiritualiteit wordt concreet ook. Nog vragen? Ik had gewoon een hele basale vraag waarom ik Wicked opzoek bij Wicked Skills. Ja, Wicked is letterlijk vertaald heks. Maar het wordt nu veel gebruikt in termen van wicked problems. Dat zijn eigenlijk problemen die zo complex in elkaar zitten, dat je niet goed weet hoe dat je dat even snel kunt oplossen. Er zijn veel voorbeelden uit het dagelijks leven die in feite wicked problems zijn. Neem aspecifieke gezondheidsklachten. Je hebt lage rugklachten of je hebt iets in je systeem en je gaat ermee naar de arts. Je denkt dat het symptoom... Je pakt het symptoom, maar je wilt dat symptoom behandelen. Maar het is aspecifiek. Ze vinden niks. De arts vindt niks. Hoe ga je dat nu aanpakken? Of neem een ouder naar kinderen toe. Je hebt een puber die op zijn iPad verslaafd aan het geraken is aan videospelletjes. En dan zit je wel met een vraagstukje, want je wil liefde geven, maar je wil ook structureren. En je wil opvoeden. En je vindt het zelf vervelend met die verslaving. Maar je hebt wel die iPad gekocht. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat nu eigenlijk doen? Wat is wijs? Dus wicked problemen, en natuurlijk in organisaties zijn er heel veel problemen. Als je heel vaak bijvoorbeeld zegt, we gaan armoede gezinnen helpen door hen jobs te geven. We gaan hen helpen door inclusie te bevorderen. En dan blijkt dat die armoedegezinnen juist dat je een tegenovergesteld effect krijgt. Want zij verliezen hun eigen zelfwaarde. Als je aan een armoedegezin een doos met kleren geeft, met kledij geeft, dan voelen ze zich beschaamd, omdat ze dan falen. Je weet eigenlijk niet goed hoe je dat vraagstuk moet aanpakken. Dus was het maar zo simpel. Dus heel veel zaken zijn eigenlijk complexe problemen, omdat die verweven zijn met verschillende krachten. En een typisch kenmerk is van wicked problems, dat het de eerste symptomatische aanpak leidt tot een neveneffect, tot het tegendeel van wat je wou. Dus dat is een hele moeilijke grijze zone. Wicked, oké? Ik ga jullie we zijn met 30 per 3. Dus dat zijn 10 breakout rooms. En ik wil gewoon dat je even jezelf voorstelt, je naam, je functie of zo, en wat dat je doet. En ik wil vooral dat je even... Ja, waar sta je nu? Met jouw basisset, met jouw idee over professional zijn. Ik kan me niet anders voorstellen dat dit profiel dat ik schets, dat iets oproept bij jou. En het gaat niet over je te verdedigen of je, het gaat eigenlijk over hoe verhoud je daarmee met dat profiel. Wat zegt jou dat? En ik wil jullie graag per 3 10 minuutjes geven. Het is nu 11:30. Dus om 11:40 haal ik jullie er zo ongeveer uit, binnen 10 minuten. Dus waar dat iedereen aan het woord komt. Klik eventjes op de knop om in je breakout room te gaan.
Rudy, zou je ons nog een keer kunnen teruggooien? Want dat is echt kort. Ja, maar, ja, het was echt kort. Dat was veel te kort, maar het was maar 7 minuten. En, er is iets technisch gebeurd dat ik niks kan aan doen. De breakout rooms hebben zichzelf afgesloten binnen 60 seconden. Als ik jullie nu terug in breakout rooms gooi, kom je met andere mensen. Oh, wat jammer. Nou, hey, dankjewel, Rudy, was mooi. Ja, top. Ja, dat was te kort, sorry. Maar fijn. Willen jullie daar iets over zeggen? Zijn er nog vragen rond die Wicked Skills of je eigen profiel? Of waar dat we ook samen naartoe gaan? Want dit gaat hem over een beweging van wij als professionals. Welke plek dat we hebben in de samenleving. Wat dat we aan het doen zijn eigenlijk. Rudy, wat me opvalt is dat we, zoals we hier zitten, denk ik, allemaal wel de patronen zien. Maar dat we ook in de huidige situatie ons bevinden en daarmee ons ook moeten verhouden. We zien de patronen richting de toekomst, maar we voelen ook soms de systemen waar we ons ook toe hebben te verhouden. Ja, inderdaad. En precies juist daarom is dat meesterschap nodig. Wat Ans ook aangaf bij ons in het gesprek, wat ik eigenlijk ook heel terecht vond, is van... Het is een verandering, dus om je skills vaardig te maken, dat is een groeiproces. En dat gaat ook niet ineens van vandaag op morgen. Kan je niet zeggen van, ineens heb ik al die skills of wil ik op een andere manier in mijn organisatie staan. Uw verschillende medewerkers doen dat in een verschillende snelheid. Uw verschillende leidinggevenden hebben daar in een verschillende snelheid. En dat gaat ook weer een veranderproces zijn waar ook de typische kenmerken van verandering naar boven gaan komen. Hè? Ja, jullie, dankjewel Nele en Mike. Jullie kennen het idee van een sociale beweging. Dat wil zeggen, eerst zijn er pioniers, dan zijn er volgers en dan komen er nog meer mensen bij. En dat is aan het gebeuren in verband met professionele identiteit. Diegenen die nu pionieren, zoals Mike zelf zegt, ik sta nog te midden van een organisatie waar de andere mensen helemaal op een heel ander niveau functioneren. Binnen een vakje doen ze hopelijk goed werk. Terwijl dat jij helemaal open mind iets anders wil gaan doen. Dus, maar je bent pionier, dus de pioniers en de early adopters, die hebben de bijzondere uitdaging om ten eerste staande te blijven, zelf wakker te blijven, voor jezelf te zorgen, want dat is ook een wicked skill, zorg voor jezelf. En te begrijpen dat je deel bent van een heel grote beweging, zoals Nele zegt. Je bent deel van een historische ontwikkeling. En daar wil ik bewustzijn rond creëren, dat we allemaal samen die beweging aan het maken zijn. En daar kun je sterkte in vinden. Als je weet dat het nog een lang verhaal is. Allee, hoeveel decennia gun je jezelf de tijd of andere mensen de tijd? Dus hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je beseft dat het nog wel 20, 30 jaar zal duren. En ik ben de laatste 10 jaar... Ik volg natuurlijk de ontwikkelingen. Hè. De laatste 30 jaar denk ik zo van... Ah, zullen de professionals wakker worden voor de grotere gehelen waarin dat ze zitten? Dat ze niet alleen leraar zijn voor hun studenten, maar dat ze ook deel worden van een school. Dat je als verpleegkundige deel bent van dat ziekenhuis. Dat je als burger deel bent van de samenleving. Je maakt de samenleving ook mee. Daar ben ik de laatste 10 jaar naar aan het kijken. En dan zie je... Yeah! De financiële crisis heeft een duw gegeven. Ah, maar nee, in de verkeerde richting, want iedereen was bang geworden om zijn job te verliezen. De coronacrisis, yeah! We worden meer bewust dat er iets aan de gang is in de grotere geheel. Oh, er is iets aan de hand in de grotere gehele. Ah, er is een groter geheel. Klimaat, oh ja, dat is er toch precies. Oh, er zijn virussen. Tja, hoe komt dat? Dus sowieso zijn die crisissen een versnelling van dat bewustzijn. En dan denk ik van, ha, we zijn al 10 jaar bezig om als bevolking en als professional bewuster te worden dat wij het groter geheel zijn. Oké, we zijn daar pionier in. Dat is lastig. Ik zou nog vragen of opmerkingen. Voor de volgende stap wil ik nu het volgende doen. Ik had gezegd dat we 4 trainingen hebben. Wicked Skills, 10 dagen, trainen. En ondertussen jezelf ontwikkelen.
De volgende drie trainingen die ik geef, gaan over de lagen waarin dat je je beroepsrol hebt. De eerste is face-to-face gesprekken, zoals bij coaching, individuele gesprekken. Of leidinggevende of leraren die individuele gesprekken willen leren voeren. 1-op-1. De volgende laag is met groepen werken. En de laag daarboven is met organisaties en systemen werken. Dus ik heb methodiek om in elke laag wicked skills te doen. Om te weten waar dat jullie interesse naartoe gaat, is 11:45. Ik wil de eerste nog in de volgende kwartier doen en dan even pauzeren. Wil je even in de chat schrijven waar dat je voorkeur naartoe gaat om dat hier nu te bespreken? 1-op-1, groepen of systemen? Schrijf gewoon op 1-op-1, groepen of systemen. Ja, ik ga dat moeten tellen, want ik ben even heel snel aan het screenen. Toch heel veel groepen en systemen. Maar 1-op-1 ook. Dus we gaan alles moeten bekijken. Ja, dank. Ik kan niet kiezen. Ja, dat kan ook. Dus we gaan de 1-op-1 even bekijken. En daar wil ik... dat heb je nu gedaan. Hè? Kijk je voorkeur. Het vorkmodel is een methodiek dat ik ontwikkeld heb in eerste instantie. En sommige mensen kennen mij, zoals Patricia en Mike en zo. Die in een coachwereld. Hè? Hoe ga je coachen? Maar je kunt het ook gebruiken als leraar. En voor jezelf uiteraard. Dit is een ontwikkelingsvork. Hoe dat je zelf voortgang boekt op verschillende sporen. En in die training doe ik 2 competenties. Namelijk, als je 1-op-1 gesprekken voert, doe dan de wicked skill van triades dialogiseren. Zorg dat je niet tegenover, maar dat je naast iemand zit en samen een onderwerp bekijkt. En ga dan ook jezelf inbrengen. Het triades dialogiseren is een te drillen patroon van samenwerking met je medewerker, je student of je coachie. Of je kind, als het over kinderen gaat. Kijk samen naar dat onderwerp. En door dat zo te zien, van bovenuit hier, kun je ook jezelf inbrengen. Want je speelt mee. Je gaat vragen stellen, maar je speelt ook mee. Er zijn 4 patronen. Eerst afstemmen, vragen stellen, 2. Jezelf inbrengen, 3. En co-creëren, iets laten ontstaan. Je kunt zeggen, ah, Rudy, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Daar heb ik geen opleiding voor nodig. Ik kan u verzekeren dat het zeer moeilijk is om van 2 naar 3 te switchen. Want in 2 ga je coachende vragen stellen. Je bent aandachtgericht naar de anderen. En bij 3 ga je zelf je associaties vertellen, je stukje zelfonthulling doen, feedback geven, wat je in het hier en het nu ziet. En het switchen van de coachrol naar degene die zelf iets aanbrengt, is blijkbaar een hele mentaal gezien een moeilijke. Dat vraagt training. Gebaseerd op neuropsychologie. Wij moeten naast iemand zitten en driehoeken vormen. Ik ga daar nu niet verder op ingaan. Maar alle methodiek is eigenlijk gebaseerd op hoe dat wij ook als mens in elkaar steken. Dit is superboeiende materie om te zien welke patronen dat je moet doen om te dialogiseren. Het vorkmodel zelf is een cognitieve vaardigheid. De vorige was een relationele vaardigheid. Hier gaat het over een cognitieve vaardigheid. Nog steeds zijn er veel mensen die zeggen, ja, coaching is luisteren en vragen stellen. Nee, coaching is ook structureren van voortgang. Zo'n cognitieve vaardigheid. En dan kun je op 4 sporen doen. En het eigene van dit model is, het ziet eruit als een vork dus, dat je voor de coachie de voortgang uitsplitst. Je kunt het hebben over concrete doelstellingen, projecten, acties enzovoort. Je kunt dat monitoring doen, dat is projectspoor. Je kunt dieper gaan, dat doen veel coaches nu al. Ze stellen vragen naar overtuigingen, naar waarden, naar gevoel, identiteit. Hoe ontwikkel je doorheen je leven? En dat is identiteitsspoor. Groter geheel heb ik er zelf bijgebracht. En vandaag de dag moet ik geen pleidooi meer voeren. Iedereen is akkoord
daar als individu een deel bent van een geheel. En maar in die participatie creëer je mee het geheel. Dus dat is toch nog wel een beetje een moeilijke, want sommigen denken het grotere geheel is je context, systeemdenken. Nee, het grotere geheel is jouw participatie in de ontwikkeling van hetgeen waartoe dat je behoort. Je school, je organisatie, je gezin, je buurt. Je participeert daarin. Dus je eigen ontwikkeling is gekoppeld aan dat vierde spoor. Aan hoe dat jij in het grotere geheel acteert. En daar komt het thema zingeving uit. Zingeving komt niet vanuit identiteit. Komt niet vanuit talenten. Zingeving komt vanuit een bijdrage leveren aan iets dat groter is dan jezelf. Dat is zingeving. Ik ga niet over passie en goesting doen. En dan heb je ook de zelfsturing. Mensen bekwamer maken om met zichzelf aan de slag te gaan. Dat idee van coachen, van gespreksvoering, helpt om dan gesprekken te voeren. En je kunt, daar zit dus, dat staat ook in mijn handboek, by the way, handboek ontwikkelingsgericht coachen, de vragen per spoor, je stelt vragen, je vat samen, je kunt dat visueel in beeld brengen en je kunt switchen van spoor. Je krijgt dus leiderschap over het gesprek, omdat je kunt switchen, je weet wat je aan het doen bent. Ik heb daar ook een vorkdoek rond, hè, dus voor mensen die meer kinesthetisch zijn. Het is niet omdat je cognitief structureert dat het ook niet gevoeld kan worden. Dus een stap vooruit zetten helpt dan om ook het te beleven, je voortgang te beleven. Je kunt het ook gebruiken om te noteren. Hè, dus een model, je kunt het ook gebruiken voor in Jamboard, met online coaching kun je het in Jamboard een coachmodel maken. Als je daar meer over wil weten, dit is het handboek van deze opleiding. Handboek ontwikkelingsgericht coachen van individuen. Met twee kerncompetenties. Triades dialogiseren en jezelf inbrengen. Dat spel leren doen. En anderzijds gewoon cognitief structureren. Dus in coachopleidingen zijn we daar een jaar mee bezig. Hè? We zijn een jaar bezig. Dus, maar hier ga ik het anders aanpakken. Ik mik op een doelgroep van mensen die al een beetje wicked skills hebben. Van mensen die al ook over zichzelf hebben nagedacht. Want in de coachopleiding merk je dat veel mensen deelnemer worden om in feite aan zichzelf te werken. Om met zichzelf aan de slag te gaan. Dus ik wil mij toch nu wel alleen richten op de trainen van die vaardigheden. Een drilltraining. En daar heb ik 4 dagen voor een bad. Het is residentieel. We gaan 4 dagen in een bad zitten en op het einde van dat bad heb je dat vorkmodel in je vingers en je kunt een gesprek leiden door te structureren op die 4 sporen en triades dialogiseren. Zijn er daar nog vragen over? Ik heb er even heel snel doorgelopen, hè, maar dus, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig, want ik wil ook iets terugkrijgen van jullie. Hè. Het gaat niet alleen over inschrijvingen in opleidingen. Wat ik heel fijn vind in deze sessies, is dat jullie ook... hoe komt dat binnen? Welke feedback heb je daarover? Dat is voor mij een cadeau. De mensen die geschreven hebben, 1 op 1. Hè, het zijn er een paar zo. Hè, is dat nu hetgeen dat je zocht? Heidi, Stefanie, Nancy, Tine... ben je al ver genoeg gevorderd om te zeggen, gooi mij maar in een bad. Ik ga die competenties trainen en dan ga ik ze ook doen. Als je niet daarvoor klaar bent, dan heb je veel meer tijd nodig ook om aan je eigen ontwikkeling te werken. Er is een heel goede vraag in de chat. En dat geldt voor die 3 producten die ik nu aan het uitleggen ben. Wicked Skills is de basis. En met het vorkwerken vraagt eigenlijk dat je al een stuk met jezelf aan de slag gegaan bent. Dus als je nog geen opleidingen gevolgd hebt, zou ik eigenlijk liefst willen dat je Wicked Skills volgt. Ik zal je zeggen waarom. Het is toch wel heel jammer, en dat heb ik vooral in de opleiding Corporate Activist gemerkt. Mensen willen een change doen. Je wil het goede doen. Je intentie is super. En dan wil je met groepen werken
of je wil individuen coachen, of je wil met systemen werken. En dan moet ik tijdens de opleiding merken, tja, je bent eigenlijk nog niet zo goed in kernpatronen detecteren in gesprekken en je bent nog niet zo goed in samenvatten. Je neemt geen leiderschap over het gesprek. Ja, sorry, dat is wicked skills. Dat is basis. En dan moet ik daar in mijn opleiding voor corporate activisme mij dus bezighouden met basisvaardigheden. Dus als je echt voelt van, die basisvaardigheden, dat is toch wel uitdagend, volg eerst dat. Gun jezelf die tijd. We zitten met een ziekte van de tijd dat mensen heel snel beroepsrollen willen eigen maken. Ze willen zo vlug mogelijk coach zijn of teamcoach zijn of HR-medewerker. En dan heb je toch niet een huis om te floreren. Dus dat is mijn antwoord. Ik ga niet iedereen verplichten eerst wicked skills te doen, maar check bij jezelf. Heb je al genoeg in huis om het cognitief structureren dat ik met het FORC-model doe, om dat gewoon te leren en te doen, om dat te integreren in je systeem? Daar ben je er klaar voor? Als je bijvoorbeeld zegt van, ik snap dat toch niet goed, dat vierde spoor, grotere gehelen. Ik heb daar niks mee. Klimaat of de organisatie. Ik heb daar niks mee. Ja, dan ben je niet klaar voor een FORC. Ben je niet klaar voor het FORC-modeltraining. Oké, maar dat is nu maar even kort door de bocht gezegd, hè? Want leren doe je altijd. Voilà. Zijn er nog vragen over het FORC-model, over het 1-op-1? Ja, de intakegesprekken. Ik ben eigenlijk bezig, want het gaat allemaal over competenties, hè? En je mindset erbij. De achterliggende is mindset, professionele identiteit. Een verschilmaker worden. Het is heel moeilijk om in intakegesprekken die selectie te maken. Ik ben ook bezig met een vragenlijst, een checklist voor jezelf. Maar ik kan nooit echt checken of dat je, ja, dan kom je toch van alles tegen in de training en je zegt van, ah shit, dat had ik er toch moeten kunnen uithalen. Omdat intakes zijn moeilijk. Maar ik ga dat wel doen. Vragenlijst en intakes. Oei, oei, veel meer werk. Ik weet nu al dat de Wicked Skill training van het najaar zeker doorgaat. Er zijn 7 inschrijvingen voor. De corporate activist ook. Van de anderen weet ik nog niet. Ik lees ondertussen de chat, hè. Ja. Dus als ik zeg wicked skills, de skills, dan is dat omdat ik als trainer de nadruk leg op oefeningen. Demonstratie van oefeningen, technieken en gewoon aan de slag gaan. Proberen. En daar feedback op krijgen. Maar ondertussen is het vanzelfsprekend dat je ook jezelf ontwikkelt. Uiteraard is dat een spoor die tegelijkertijd dat kun je niet vermijden. De tijd van de jaren 90, 80 en 90, dat je zegt van, ik heb een feedbacktraining gevolgd om met mijn mensen, maar ik ben zelf niet betrokken, dat is voorbij. Je bent altijd betrokken als mens, met je waarden, met je overtuigingen. En juist bij hetgeen dat ik doe, bij al die methodes, zijn er heel veel uitdagingen in hoe dat je denkt over jezelf, over wat mogelijk is, over wat dat je in huis hebt. Dus sowieso word je uitgedaagd. Ik ben ook een coach, hè? Ik ben meerstemmige identiteit. Ik noem mezelf een crossover trainer. Dat wil zeggen, crossover, zoals in de kunstsector. Je bent aan het trainen, je bent aan het coachen, je bent kennis aan het creëren, want tijdens mijn training creëer ik kennis. Ik reflecteer over onze maatschappelijke ontwikkelingen waarin dat we zitten, waar dat we allemaal samen aan participeren, dankzij de training. Het zijn allemaal lagen. Allemaal rollen. Dus mensen zeggen meestal als feedback tegen mij, als ik een in-company training geef, niet bij HRD Academy, maar bij in-company trainingen, ik heb er nu in de lente een gehad, online weliswaar, dan krijg je als evaluatie, Rudy, dat is toch wel heel verwarrend, hè? Hoe dat jij traint. Je schakelt van het ene naar het andere. Er zijn mensen die stappenplannen willen, die houvast willen. Wat is het programma voor vandaag? Ik heb programma, maar we spelen daarmee.
Dus als je zegt van, ik moet heel precies weten wat we gaan doen, van uur tot uur, om mij veilig te voelen, ja, dan heb je misschien nog eerst iets anders nodig. Want ik ben zelf in complexiteit bezig. Door meerdere rollen te switchen, door te schakelen tussen lagen van voortgang. Moet je allemaal aankunnen. Dan zeggen ze, Rudy, dat was toch wel een zeer inspirerende training. Maar ik vond het wel verwarrend. Ik mis de structuur. Ik zeg, er is een programma, er is een syllabus, er zijn handboeken. Allemaal structuur. Ja, maar hoe dat jij dat met ons omging, dat was zo... Ja, dat is het proces, hè. Oké. We gaan eventjes... Jullie hebben geen vragen meer, hè. Je mag ze nog altijd stellen via de chat. We gaan eventjes er helemaal uit. Het is 12:00. 5 minuten, relax, pauzeren, rondlopen, bewegen, hè. Is het goed? Dus om 11:55 loggen we terug in. Dank u. Ja. De tweede laag is groepen. En daar waren ook wel mensen naar geïnteresseerd. Hè? Dus ik heb een methodiek ontwikkeld, dat noemt de ontwikkelcirkel. Voor degenen die aan groepen geïnteresseerd zijn, er is heel veel aanbod rond de facilitatie van groepsgesprekken. Heel populair is op dit moment Deep Democracy. Dat gaat over inclusie in besluitvorming. We hebben Theory U, dat gaat dan meer over het voelen en het laten ontstaan van nieuwe ideeën. Je hebt TGI van vroeger. Je hebt cirkelwerk, vrouwengroepen. Er is ongelooflijk veel op de markt rond groepswerk. Ik ben nu vooral bezig met organisaties en hoe dat je met als teamcoach kunt aan de slag gaan. En de ontwikkelcirkel is ook weer een visie. Ik verzamel graag foto's ook van mijn werk en van niet mijn werk. Als je zo vergadert, dan zie je duidelijk de systemische opstelling. Wie dat er de basis is en hoe dat de zaken geregeld worden. Dat kan best zeer energiek zijn, maar met die tafel daartussen... goed, hou dat voor een vergadering, maar niet voor echt te werken met elkaar en samen te werken. De ontwikkelcirkel heeft als resolute keuze geen tafels. We zitten in een kring. Het is dus ook cirkelwerk. En je ziet dat in het midden van de cirkel er een blad ligt, een papier ligt, waar dat er op gewerkt wordt. En de cirkel is het symbool van inclusie. Iedereen hoort erbij. En je gaat op dat papier zaken schrijven die je bedenkt. Dus je hebt een inbreng. Kan ook buiten collage maken bijvoorbeeld. Of op die foto bovenaan, dat is nu in een grote bank van België, werk je met economen en juristen in een team. En dan zeg je van, weet je, we gaan National Geographic gebruiken, die liggen daar op de grond. Kies een foto en vertel aan de hand van die foto wat dat je rond een bepaald thema hebt in te brengen. Het thema die in dat geval, waarvoor ik gevraagd werd om te faciliteren, was een deontologisch thema, namelijk het gebruik van informatie die de economen en juristen hebben over de zaken die in de bank gebeuren. Dus er is daar een vraagstuk rond en de leidinggevende die erbij zit, die zegt van ik raak daar niet door met mijn team, kun je ons komen faciliteren? En ik zeg dan, ik gebruik de ontwikkelcirkel, zonder tafels, we zitten in een cirkel. Nu, voor vele experts, economen en juristen, die zijn heel goed in hun linker hersenhelft, die rechter hersenhelft. Oké, we gebruiken foto's. Die foto's, dat is een werkmethode. Dat is een methodiekske. En dat, zo heb ik er tientallen methodieken die je kunt gebruiken, naar gelang de groep, om de groep informatie te laten aanbrengen en iets te laten bouwen. Het gaat dus ook weer over een stappenplan met een cognitieve voortgang. We boeken voortgang in hoe dat we met elkaar bezig zijn rond een bepaald onderwerp. Het kan ook veel losser. Dat heb ik niet zelf genomen, die foto. Ik ben heel blij dat meer en meer organisaties beseffen wij moeten rond bepaalde thema's elkaar vinden als mens. Niet vergaderen. Niet 12 agendapunten. Maar eigenlijk 1 thema nemen en daarom een keer een goede sessie doen. In Nederland noemen ze dat de heidedag, de heide opgaan, over het rijden doen.
wordt soms een beetje smalend gezegd, als ze gaan weer de heide op. Maar we hebben dat nodig. Een losse dienst, daar recht, eet ondertussen een sandwich en deel ideeën uit. Super creatieve sessie die dan gebeurt. Ik werk ook samen soms met consultants die organisatieontwikkeling doen. En dan word ik ingevlogen om een moeilijke stukje aan te pakken. Dat is hier nu een voorbeeld van een foto waarbij dan middenkaders, 8 middenkaders, ontslagen worden door het bestuur. En ze krijgen wel door de consultant begeleid de kans om een nieuw profiel voor zichzelf te zoeken. Maar dat zijn ze niet gewoon, want die middenkaders in een zorgorganisatie zijn allemaal brandjesblussers. Dat zijn mensen die voortdurend rondlopen en anderen helpen brandjes te blussen. Je kent dat, hè? Dus er wordt eigenlijk te weinig nagedacht door die middenkaders. En die verliezen hun werk. Zelfsturende teams, vooruit met de geit. En die middenlaag valt eruit. Maar bestuur zegt, we gaan jullie steunen om zelf na te denken over je toekomst als groep. Wel, dan ga je ermee aan de slag. En ik heb weer mijn methodes. En dan komt er daar iets heel moois uit. Dan zeggen ze, oké, we zijn geen middenkader meer, maar we kunnen misschien een innovatiecoach worden, in dat geval. En van de 8 mensen waren er 2 die zeiden van, dat is te moeilijk voor mij, ik doe daar niet aan mee. Ik ga zoeken naar een andere regeling. Maar goed, die groep komt samen en je creëert een bepaald resultaat. Ingenieurs, in een ingenieursbureau, een associatie, die zeggen van, oké, we zijn al 20 jaar heel goed bezig, maar hoe gaan we nu verder met onze associatie? De energie is er een beetje uit. We amuseren ons wel in onze netwerkbijeenkomsten, maar wat is de toekomst? Moeten we er niet mee stoppen? En dan leg ik mijn boeken in het midden, zoals je ziet. Ze krijgen allemaal een boek cadeau, want ik ben ook altijd educatief bezig. Ik kom niet voor jouw probleem op te lossen. Ik kom ook jou leren hoe dat je samen kunt werken, hoe dat je kunt dialoog voeren in een groep. Wat is nu de stappen om daar heel kort door te lopen? En dat staat allemaal zeer uitvoerig beschreven in mijn handboek. Goedkoopste investering voor jou. Is de stappen begint met 1 focus te nemen, 1 onderwerp. Bijvoorbeeld voor de ingenieurs is dat, wat is onze toekomst? Voor de middenkaders is dat, wie zijn we eigenlijk? Wat hebben we te doen in deze organisatie? Herprofilering, reinventing. Maar het kan van alles zijn. Dat kan zijn samenwerking. Dat kan zijn in een burgergroep. We hebben hier een probleemgeval in onze familie of in onze wijk. En je gaat er een kring vormen rond een bepaald thema. En je bespreekt even de spelregels. En vooral stap 3 dat je ziet, is dan het belangrijkste. Je gaat tijd maken om iedereen te beluisteren. Dat is een gedisciplineerd ritueel om als facilitator iedereen aan het woord te laten. Individuele inbreng rond dat thema weliswaar. Hier doe je de coachrol. Als coach ben je getraind om vlug vragen te stellen naar achterliggende behoeftes, waarden. Je bent als coach getraind om vlug patronen terug te geven die je ziet bij mensen. En je bent getraind om het kernkwadrant van Hofman te gebruiken of de logische niveaus van Deels of het vorkmodel van Rudy van Damme. Want dan ben je coach. In stap 3 ben je individuele coach, maar voor iedereen. En je hebt niet veel tijd, je moet daar snel in zijn. Dus als je in die methode goed wil leren faciliteren in teams, gelijk wie, dan moet je ook een goede individuele coach zijn. Punt. En als je een goede individuele coach wil zijn, moet je die wicked skills ook al hebben. Ai, dat wordt een langdurige opleiding. Dus je moet veel in huis hebben om met groepsdynamica om te gaan. Groepen willen altijd een spel van de macht spelen. Er zijn rollen, er is informeel leiderschap, bla bla bla. Je moet dat allemaal gestudeerd hebben. En dan kun je een ritueel doen. Oké, iedereen individuele inbreng. Maar daar blijft het niet bij. Want in heel veel cirkelwerk, zeker bij vrouwencirkels, blijft het bij uitwisseling van ideeën. Je steunt elkaar, er is kruisbestuiving, allemaal oké. Dat zie je ook in intervisiegroepen. Wauw, het was een toffe casus die in het midden ligt. We hebben er veel aan gehad. Dag. Dat doen we niet. We zijn bezig in een gelaagd wereldmodel. Dus we gaan die lagen daarboven pakken. En we gaan kennis beginnen bouwen. Kennis over, tja, komt er hier nu een thema bovendrijven die typisch is voor onze groep? Wie zijn wij als groep?
Hoe zijn we bezig met onze ontwikkeling als groep? Stap 4. Daar heb ik 10 methodes voor om teamidentiteit mee vorm te geven. Dat doe je als facilitator nadat je iedereen gehoord hebt. Altijd in verband met dat thema. Teamidentiteit. Daar ben je dan ook weer eventjes mee bezig. Dus je bent al een aantal uren bezig natuurlijk. Hè? Dat is niet een vergadering waar je een half uur voor een agendapunt hebt. Dit is een retraite. Je bent op zijn minst een aantal uren, laten we zeggen 3-4 uur bezig om daardoor te gaan bij een groep van bijvoorbeeld 8 mensen. Zijn er 24 mensen, dan heb je een hele dag nodig als je dat echt wil doen. Je hebt leiderschap over het proces, teamidentiteit en dan ga je de groep ook nog eens situeren in de organisatie. Groter geheel, GG. En dat groter geheel, de organisatie, veel groepen, afdelingen, zijn helemaal niet bezig met hun organisatie. Ik heb zo'n docententeam in een hogeschool begeleid. En die waren aan het klagen over bezuiniging. Maar ze hadden wel... Oké, er was geld om te investeren in de samenwerking. Dus ik mocht die sessie van 3 uren begeleiden. En in het midden lag het thema bezuiniging. Wat gaan we daarmee doen? En dan blijkt eigenlijk in de teamidentiteit dat allemaal supergoeie deskundigen zijn, docenten zijn, in hun vakgebied, maar dat die zich helemaal niet verbonden voelen met die hogeschool. Hé, maar wacht eens even. Je bent wel in loondienst. Je werkt in die school. En je hebt er geen verbinding mee. Wat doe je hier dan? Wat ben je hier aan het doen? Ja, het gaat toch allemaal geld. Over geld daarboven. Daarover reflecterend, welke rol spelen wij in de ontwikkeling van die hogeschool? Daar is al niet over nagedacht. Hoe kunnen wij een rol spelen in die ontwikkeling? En dan kwamen ze tot het idee, het is maar een voorbeeld weer, wij gaan zelf de touwtjes in handen nemen en we gaan eens kijken wat dat wij financieel nodig hebben om in ons vakgebied goed resultaat te leveren die de school ook verwacht. Wat hebben wij financieel nodig? Met dat plaatje hebben we ze een taskforce opgezet, een mooi businessplan gemaakt. Dit hebben wij financieel nodig, daarvoor en daarvoor. Ze gaan ermee naar de manager en wat zegt de manager? In die 30 jaar dat ik hier werk, heb ik nog nooit een docent gezien die het financiële luik van zijn werk erbij neemt. Want dat reserveren ze altijd voor de financiële mensen. Dit is de gelaagdheid. Je behoort bij een organisatie. Een deel van je werk is financieel. Wat is je idee daarover? Dus je bent deel van dat grotere geheel en dan kun je nadenken welke bijdrage wil je als groep hebben in die ontwikkeling van dat geheel. Totaal nieuw om over na te denken voor veel groepen en teams. En dan komt er iets concreets uit, het teamproject. En dan eindig je met zelfsturing van wat hebben wij geleerd. Ik pas dit toe bij zelfsturende teams ook, zelfsturende teams. Het project is zelfsturing. Hoe hebben wij dat nu gedaan vandaag? Kunnen wij onszelf sturen? Wat hebben wij te leren om onszelf te sturen? En ik schakel dan ook tussen mijn rollen. Ik coach, ik faciliteer, ik leid de groep door een stappenplan. Ik ben eigenlijk een ceremoniemeester. Ik ben er heel strak in. Het is een directief proces. En we gaan door die verschillende stappen in een aantal uren. En daar komt een bepaald resultaat uit. Dat is kennis creëren. Dat ligt daar. En dan kun je dat concretiseren in een project. Ik werk dus met een teamvork. Je hebt al de individuele vork. Hier zie je de teamvork. Dat is een denkmodel die erachter steekt. Je hebt de mensen die zitten in een kring. Die hebben allemaal een individuele ontwikkeling. Teamidentiteit, teamgroter geheel. En dat is dan allemaal samen in ontwikkeling. We werken ook gelaagd. We zijn met groepen gelaagd bezig. Ik merk in het algemeen, als ik naar mijn trainingen kijk die ik al gedaan heb daar rond, dat er een aantal kerncompetenties zijn van het faciliteren die voor veel mensen moeilijk zijn om te verwerven. Dus ik focus mij, ook weer in een bad, 4 dagen training van de facilitatievaardigheden om zo'n proces te leiden. Een van de allermoeilijkste competenties, om er maar een voorbeeld te geven, waar je kunt op trainen, is dat je als facilitator directief leiderschap neemt op het proces. Dus je hebt daar die rol te pakken.
Je bent ook individuele coach, want je gaat die ronde doen. Je kunt goed verbinden met mensen. En terwijl dat je dat doet, ben je bezig met gelijkenissen en verschillen in de groep te detecteren. Want je bent ook mediator. Je bent die groep aan het samenbrengen. Je brengt gemeenschap aan het creëren in een hogere laag. Dat klinkt misschien vrij abstract wat ik nu zeg, maar je merkt dat je als facilitator heel veel verschillende rollen te doen hebt om dat aan elkaar te lijmen. En als ik mijzelf vergelijk met veel andere trainingen rond groepswerk, dan denk ik dat ik mag zeggen dat dit uniek is om meerstemmige facilitatie te doen in de gelaagdheid, een groep te leiden door geen verschillende lagen van voortgang. En dus te switchen tussen al die sporen. Dat is een beetje mijn aanbod om jullie te trainen. 4 dagen drillen in facilitatievaardigheden. Oké, even terug weer helder zijn. Als nu blijkt dat je nog niet goed individueel kunt coachen, en dan merk ik als ik gastdocent ben in hogescholen bijvoorbeeld, je zet iemand voor die groep, facilitatierol, die begint te werken met dat kringetje van mensen die voor hem zit. En ik doe stap 3, dan denk ik van, hé, wacht eens even. Heb je dan nu niet gehoord wat dat die persoon... Heb je de lichaamstaal niet meegepakt? Je ziet toch dat die persoon een lichaamstaal toont? Wicked skills, met lichaamstaal werken. Oh, nog niet over nagedacht. Ik merk dat je de competentie niet hebt om coachende vragen te stellen. Coachende vragen stellen, waarden, overtuigingen bevragen, Hoffman model, moet je echt in je vingers hebben. Hè? Dus ja, dan denk ik van, ja, ik wou eigenlijk een training komen geven in faciliteren van groepsgesprekken, maar eigenlijk moet je eerst leren coachen. Of eerst moet je leren ook je eigen patronen. Dus welke vragen hebben jullie rond groepen? Voordat we doorgaan naar organisaties en systemen. En even aan het kijken. Ik heb hier geen breakout room rond gedaan. Ik ga eerst door naar de systemen en dan nog even een breakout room. Is het goed? Ja? Oké. Dan ga ik door naar het derde luikje, de corporate activist noem ik dat. En dat wil zeggen, dus werken met organisaties en systemen. In de opleiding corporate activist, dat ik nu al 3 jaar geef in HRD Academy, komen steeds mensen die HR-adviseur zijn, die consultant zijn, die ook soms rebels zijn, die een verschil willen maken. Gewoon de rebellen zie ik daar ook in. Er komen ook daarin trainers die via training aan organisatieontwikkeling doen. En er komen daarin organisatiecoaches. Hè? Dat is mijn doelgroep. Voor die laatste opleiding werken met organisaties en systemen. Ik kom daar dus nu al 5 jaar mee bezig. En ik merk, ik ben ook soms met organisatieontwikkeling zelf bezig in de praktijk, om maar een voorbeeldje te geven. In een school van het secundair onderwijs merkt de directie dat ze een uitval hebben van jongens. In het 4e, 5e en 6e. Er wordt te veel gespijbeld. Dat is een probleem. Zo dramatisch dat ze zeggen, we hebben hulp van buitenaf nodig om daar naar te kijken. Nu, wat ik nu doe, is weer typisch ontwikkelingsgericht. Ik ga op weg. Ik ben geen problem solver. Ik ben geen consultant die een diagnose maakt en dan een oplossing verkoopt. We zijn bezig in dialoog met elkaar. We zijn bezig met ontwikkeling. We zetten stappen. We zijn bezig vanuit die wicked skills om samen te onderzoeken. Dus ik integreer die wicked skills in mijn profiel als consultant. En dan krijg ik een mail, want de meeste gaan per mail als ik aanvragen krijg. En dan zeggen Rudy of meneer Van Damme, kun je ons helpen? We hebben een verminderd aantal leerlingen. Wat moeten wij doen? En dan hebben ze heel vaak ook al een oplossing bedacht. En dan zeggen ze van, kun je de docenten komen trainen om betere gesprekken te voeren met studenten?
En mijn antwoord is altijd, nee, dat ga ik niet doen. Ik moet heel vaak op e-mails antwoorden, excuseer, nee, dat doe ik niet. Ik ga jouw oplossing niet actualiseren. Ik ga iets anders doen. Maar vaak, ik blijf vriendelijk natuurlijk. Hè? Intakegesprekje, even telefoon of een Zoom-sessie. En ik zeg, wat is eigenlijk jullie uitdaging? En natuurlijk, wij moeten weg van het symptoom, leerlingen die uitvallen, en gaan kijken, wie zijn wij als school? Wat is onze identiteit? Welke patronen doen wij? Hoe zijn wij hier bezig? En waar kunnen we verschillen in maken? En dan echt, is echt gebeurd. Het is een van de beste cases in heel mijn leven. Ik kom in die school. Die school is in volle gang. En ik ga met de docenten gesprek voeren. Ik zeg, ik wil met de docenten dan spreken waar dat die tegenaan lopen. Dat was geregeld. 4 uur, een hele namiddag. Er was een leegstaand lokaal. Tafels en stoelen opzij geschoven, terwijl in de gangen de kinderen en de schoolbel enzovoort. Die situatie. Ze vonden dat heel raar, die docenten, dat ik in een kring ging zitten, ontwikkelcirkel. Ik leg in het midden verzuim, uitval van jongens, uitval van jongens. En dan begin ik te werken met die docenten. Na 4 uur zeggen ze, amai, dat is wel ongelooflijk hoe dat jij dat gesprek leidt. Inderdaad, we spreken hier met elkaar, hebben we nog nooit gedaan. Oké, daar komen ideeën uit voor een volgende stap. Ik ben ondertussen 2 jaar verder met die school, nu ben ik met de directie bezig. En we zetten de stappen. We hebben een methodiek ook ontwikkeld om die docenten te helpen die gesprekken te voeren met leerlingen. Want dat zijn geen psychologen. Je kunt toch niet willen dat je als studieloopbaanbegeleider of mentor aan een kind van 15 jaar, een puber, kunt een identiteitsgesprek doen. Hoe doe je dat? Daar hebben we een methodiekje voor rond ontwikkeld. En daar hebben we pioniers voor gevonden. Die pioniers, die goede leraren, die doen dat eerst. En die... Die zeggen dan tegen hun collega's, ja, ik heb met Rudy en we werken samen. Hoe doe je dat? Ah, ja, doe het. En dan begint je zo rond te zingen. Want wat ik gebruik als basispatroon om aan organisatieontwikkeling te doen, heb ik niet gevonden in de veranderliteratuur van managers. Dat heb ik gevonden in de sociale bewegingen. In mijn transitie-initiatieven. Want ik ben ook als burger actief. Als je transitie-initiatieven in de maatschappij doet, dan denk je niet in termen van consultancy, diagnose en verandering. Helaas doen ze dat dan wel met de corona. In feite moet je de vraag stellen, wat is er hier aan het gebeuren? Welke ontwikkeling? Maak een beeld van de ontwikkeling. En het symptoom is een beeld van die ontwikkeling. En breng dat beeld in bewustzijn. En ga dan stappen zetten met pioniers, die al bezig zijn waarschijnlijk. Pak die speelruimte. Maak dat groter. Opschalen. Gebruik het rimpeleffect. Dus ik ga ook in systemen en organisaties werken met de know-how uit social change theory. Uit sociologie eigenlijk. En er bestaan heel veel studies waarom de Occupy-beweging niet heeft gewerkt. Waarom de Arabische lente teruggevallen is in een nog slechtere toestand dan voorheen. Waarom de Berlijnse muur wel gevallen is. Dat is allemaal onderzocht. Waarom dat ze Milosevic als dictator van zijn troon gestoten hebben. Dat is allemaal onderzocht. Daar bestaat know-how hoe dat je met complexiteit kunt werken. Ik vind die niet in de veranderliteratuur. Dus ik ben zelf ermee aan de slag gegaan in mijn praktijk. En mijn volgend boek is nog niet geschreven, maar ben er volop mee bezig. Hoe doe je ontwikkelingsgerichte veranderingen? Ontwikkelingsgerichte organisatiecultuur. Laten we dat even... Ik hoor steeds iets er door jouw verhaal heen. En ik vermoed dat het de microfoon is van Eriksen. Kan zijn. Misschien je op mute zetten. Ja, wacht hè. Ja, dus corporate activist. Als je dus wil echt een verschil maken in grotere gehele als aanbieder of van binnenuit, dan moet je heel veel in huis hebben. Persoonlijke ontwikkeling, basisvaardigheden, 1-op-1 gesprek, facilitatie met groepen. En dan kun je die geweldloze activisme doen. Want je kunt er gaan staan en je kunt werken met de mensen. En dat betekent heel vaak vriendelijk nee zeggen, dat ga ik niet doen. Maar ik wil wel iets anders doen. Willen jullie daarop ingaan? En dan kun je jezelf branden als change professional en echt het systeem. We hebben dat
We hebben die mensen nodig. Helaas vraagt het dus heel veel training om in dat profiel te komen waar dat je kunt succesvol acteren. De echte karikatuur is nog steeds de manager die zegt, we moeten een verandering doorvoeren, we gaan daar een plan van maken, we doen een werkgroep en we gaan dat dan implementeren of uitvoeren. Als ik kijk naar grote organisaties, multinationals of hogescholen, dan zie je soms onvoorstelbaar een blad, een A4-blad met de projecten, de veranderprojecten. Ze gooien alles in projecten, veranderprojecten. 40 veranderprojecten in een multinational. Diversiteitsdenken, branding, nieuwe doelgroepen, productvernieuwing. Je, noem maar op, ze hebben er allemaal een veranderproject van gemaakt. Digitalisering niet te vergeten. En dan, dat wordt dan allemaal slachtoffers voor gevonden die dat moeten uitrollen. Die mensen zijn niet bekwaam om dat te doen, om dat uit te rollen. En zo werkt het ook niet, jij als verandermanager die een opdracht aan iemand anders geeft. We hebben een totaal nieuwe manier nodig om de zaken in beweging te krijgen. Niet via veranderprojecten. Het werkt niet, dat is nu al zo vaak onderzocht. Al 30 jaar lang via onderzoek stellen ze dat vast. Maar we blijven het gewoon doen. Dus wat hebben we nodig? Wicked skills en vooral met mensen op weg gaan. Niet via de systeemwereld, niet via ratio, maar via de dialoog, via de leefwereld noemen ze dat. En daar gaat weer ons dingetje. Wij hebben dus methodes nodig, want je mag methodes gebruiken. Je mag training geven. Je mag insights erin gooien. Diep democratie, doe het maar. Maar kader dat allemaal in je visie om daar te staan en een nieuw soort denken ook te introduceren. En de transitiecanvas dat ik ontwikkeld heb, gebruik ik nu in mijn supervisies. En daar gaat de corporate activist over. Dat is dat transitiecanvas leren gebruiken in jouw casus. En je hebt je startpositie, want je speelt zelf ook mee. Er zijn een aantal principes. Ik ga ze niet allemaal oplijsten. Maar je speelt zelf ook mee. Walk the talk. En dan kijk je, je wil van business as usual, rond gelijk wat, overgaan naar het nieuwe normaal. En je kunt er niet vanuit in complexe systemen om verwarring te creëren. Het gaat hem over instabiliteit en stabiliteit, de verticale as. Stabiel business as usual. En we kunnen terugvallen in business as usual nadat we een crisis hebben meegemaakt. Mooi voorbeeld, de economie. Gaat die zich herstellen of gaan wij doorontwikkelen naar een groene economie? Die kanteling, dat is een heel moeilijke. Mensen komen in de verwarring. Er zijn discussiepunten, er wordt een beetje gevochten, er is macht, belangen. Maar die kanteling moet gebeuren. Ja, je komt in een zone van verwarring, van chaos. En je kunt dat als facilitator of als consultant, kun je dat containen, noemt dat, containen. Je bouwt de container om ook in de verwarring jezelf te blijven, om rustig te blijven, om je veilig te voelen. Neem dat je een echtscheiding meemaakt, ik zeg maar iets. Je kunt dat containen, je kunt afspreken met elkaar. Kijk, omwille van de kinderen, we gaan dat goed doen met elkaar. We gaan dat rustig doen. Oké, er zijn emoties, maar je gaat daar toch een kader om zetten. Dat is containment. En facilitatoren zijn meester, art of hosting. Om met grote groepen ook een sfeer te creëren, framing, kaderen. Dat je op weg gaat met mensen, in een boot, in een schip, een reis maakt. En dat je terug zult thuiskomen. Dat we wel terug naar stabiliteit zullen gaan. Je kunt te vlug afronden. We kunnen te vlug teruggaan naar business as usual. We moeten doorstoten soms en de patronen echt doen kantelen. Daar heb ik dan op gewerkt in mijn supervisies. Van wat kom ik allemaal tegen? We gaan er, ik ga die niet allemaal oplijsten nu. Maar ik gebruik dit als model om te zeggen, hey, wat kun je allemaal doen? Uiteraard moet je eerst, ik ga maar twee voorbeelden geven. We gaan beginnen met begin. Wat is je startpositie? Hoe vaak dat ik het in supervisie merk, ik vraag van, oké, je wil die verandering doorvoeren, maar heb jij een mandaat om dat te doen? Is dat geregeld? Ah nee, ik was gewoon enthousiast over dat project. Ja, maar wacht eens even. Word jij geruggedekt door je leidinggevende? Niet over nagedacht. En met je timeframe, je eigen startpositie. En wees eerlijk met jezelf, wat kun je en wat kun je ook niet? Welke competenties heb je misschien niet in huis? En dat is geen probleem. Werk samen met anderen. Maar dan stap 2.
ga op weg. In gelijk welke intake of gelijk welk symptoom dat je hebt, hoe kadert dat in die lange ontwikkeling van de organisatie? Oh, dat is zo'n mooie oefening. Om met de managers op een heidag of met een team een lint te plakken op de grond en dan te zeggen, wanneer is jullie organisatie ontstaan? Oké, in 1870, dat is wel heel lang geleden. Laten we even terugpakken een mijlpaal van dan af. 15 jaar geleden was er een nieuwe manager gekomen en toen zijn we in die fusie gegaan en van dan af kunnen we spreken. En wat zijn de mijlpalen? Dit is de narratieve benadering. Je helpt mensen een beeld te vormen hoe dat een organisatie een identiteit heeft, een DNA heeft. En hoe dat die zich doorheen zijn levenscyclus ontwikkelt, net zoals een individu. En dan kun je zeggen van, oké, we staan nu op dat punt. En je komt dat symptoom tegen. Jullie zijn een school die enorm hebben ingezet op, excuseer mij, katholiek, streng, opvoeding, hè, vrij conservatief. Oké, als je daarop inzet, dan krijg je misschien als tegenreactie jongeren die zeggen, je m'en fout, ik blijf thuis. Dus waar zit je nu met je identiteit? Wat gaan we doen met die identiteit om dat symptoom te kunnen aanpakken? Er wordt hier iets gevraagd om ons te ontwikkelen. Dat bewustwording van je business as usual. Wat is dat eigenlijk? Welk patroon doen we? Welk paradigma zijn we aan het doen? En ik geloof dus enorm in de kracht van bewustwording en mensen meenemen in dat verhaal. En dan zie je ook staan, early adopters, early majority. Je moet dat geleidelijk opbouwen. Wat ik zo vaak hoor in die supervisie, dat mensen dan zeggen, hoe krijg ik nu die massa mensen mee? Dat is een foute vraag. Foute vraag. Je moet eerst je de vraag stellen, hoe krijg je je volgers mee? Hoe krijg je je volgers tot ambassadeurs? Dat is allemaal social change theorie. En we zitten dus ook weer op verschillende lagen bezig. Voilà. En nu ter afronding een paar voorbeelden van valkuilen van idealisten en activisten. Dus ik heb een beetje inductief onderzoekswerk gedaan. En ik zie dan van, daar lopen ze tegenaan. Nou, dat werkt niet, dat moeten we opnieuw doen. Iedereen heeft zo zijn valkuilen. Ik heb er zelf ook een hele rij meegemaakt en gedaan. En daar leer je uit. Hè? Zelf geen rolmodel zijn en verwachten dat anderen dat gaan veranderen. Wat dat wij heel vaak doen, is dan beginnen vechten. Of wat dat we te veel doen, is overtuigen. Mensen proberen te overtuigen dat er iets belangrijk is om te veranderen. Oh, dat is zo schrijnend. Dat een CEO of een directeur dan zo'n pleidooi voert. Hoe belangrijk het is om te digitaliseren, want anders gaan we uit de concurrentiemarkt. Denk je dat mensen daarvan wakker liggen, hoe dat die organisatie... Want ze zijn niet eens verbonden met die organisatie. Ze willen misschien wel hun job. Jullie zullen jullie job verliezen, hè? En dan worden ze wakker, ja. Dan moeten we misschien toch meedoen met die verandering. Dus er zijn fundamentele zaken die echt anders kunnen. Namelijk eerst werken rond de verbinding met de organisatie, voordat je verwacht van mensen dat ze mee zijn in een verandering. Voilà. Oh, ik heb de hele lijst. Hè? We gaan terug in breakout rooms. 42. Is nu, we werken tot 1 uur. 10 minuten. Hè? Ik zal jullie misschien per 2 even doen. We zijn met 28. Dat is 14 groepen. Recreate. Even jezelf voorstellen en iedereen aan het woord laten. Wat is de vraag? Wat is de vraag? Oh ja, de vraag. Dankjewel. We hebben rond groepen en rond organisatieontwikkeling. De vraag is, wat is je uitdaging daarin? Want ik voel wel dat velen onder ons alert zijn, wakker zijn om een echt verschil te maken. We willen echt een verschil maken. We willen zinvol bezig zijn. Daar is geen discussie over. Maar wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Dat is de vraag. Jouw volgende stap om dat verschil te maken, om zinvol bezig te zijn. Oké? Okay?
Allee, vooruit. Je moet nog klikken op toestemming, ja. Ook, hè? Absoluut, ja. Ik denk dat een aantal mensen zijn eigenlijk afgehaakt, of ik weet niet wat er gebeurd is, dat er zoveel mensen in, alleen in de breakout room waren. Ik weet niet of dat komt. Maar we gaan afronden, hè. Wat dat voor mij interessant is, is wat is eigenlijk jullie uitdaging of jullie volgende stap? Geef er zo eens een paar ideeën over. Dat is een stukje feedback naar mij toe. Gelijk Antje zei van... Moeilijker voor mij is om in de complexiteit ook regelmatig mij terug te trekken en over mezelf na te denken wat ik daar aan het doen ben. Dat is een voorbeeld daarvan. Hè? Mm-hmm. Jeroen bijvoorbeeld, wat is jouw... Ik denk voor mij vooral de wicked skills belangrijk zijn. Dat ik me daar nog wel wat moet in groeien en verder aanleren. Ja, oké, okay, is goed, goed. Ja. Vertel maar, nog mensen. Neem het woord. Het moeilijke voor mij van wat ik zie, dat is onze organisatie, is dat straks een nieuwe stap naar het nieuwe werken. Als gevolg van corona en dan de work-life balance. Dus wij gaan straks misschien één dag op de week nog fysiek samenwerken. Dat is dan net om de extra drempel, wat ik op dit moment als extra drempel ervaar, om die organisatie ook effectief af en toe fysiek samen te brengen, om die reflectie te kunnen maken. Ja. Want het thuiswerken merk ik dat een beetje gezien wordt als een verworven recht op dit moment. Dat is voldoende. Mooi, ja. Ontwikkelcirkel doen en mensen in het midden leggen het thema thuiswerken of het nieuwe werken. En daar samen over laten nadenken, wat betekent dat voor onze professionele identiteit? En voor onze team enzovoort. En op welke manier is het thuiswerken ook een bijdrage tot de organisatieontwikkeling? Nog? Ja, voor mij zou ook een volgende stap is nog meer lezen van wat je allemaal hebt gedaan, Rudy. Misschien ook een workshop bij je gaan volgen. Maar in het werk wat ik op dit moment doe, is het inderdaad ook kijken hoe ik de vertaalslag kan maken van jouw gedachtegoed eigenlijk. Wat mooi opgeschreven is, maar misschien soms voor iemand die nog niet zo is in dit vakgebied zit, vraagt het misschien een soort vertaalslag. En daar ben ik naar aan het zoeken van, hoe kan ik het... ik vind het zelf heel begrijpelijk. Als ik het lees, weet ik helemaal wat je wil zeggen. Maar er zit al zoveel omheen aan kennis. Terwijl als je dan met, waar ik dan mee werk, de young professionals, ze wil uitleggen bijvoorbeeld over wat er een beetje gebeurt als je als eenling in een systeem staat en alle krachten die zich dan op je afkomen. Hoe dat dan die vertaalslag maakt van het mooie wat je al hebt bedacht. Ja. Dat is goed, Veronique. Ik ben inderdaad, laat me zeggen, op een vrij abstract niveau bezig met dat soort methodieken. En op de website Deep Evolvement kun je ook bij het kopje projecten kun je zien hoe dat vele mensen dat vertalen naar toepassingsvelden. Ja. Sociaal werk, onderwijs, pedagogiek, social change bij burgerinitiatieven enzovoort, in marketing, leiderschap. Dus er is vertaalslag nodig. Dus als wij pioniers zijn, dan hebben we dat werk te doen. Ja, en ik hoop dat ik je mag benaderen als ik daar een keer vragen over heb. Ja, ja, ja. Keep in touch. Nog iemand? Ja, samen met Paul kwamen wij in co-creatie tot een mooie metafoor. Zo van, je kan zaadjes planten
Hè? Dus ja. Dat is deel van corporate activisme. Zaadjes ja. strooien, planten en dan ook heel geduldig zijn. Ja. En hopen dat ze uitkomen. Maar tegelijk kwam ook het idee van... ja, en heb je ook niet het proces van tuinieren en de tuiniers? Hè? Dus in de metafoor, hoe pak je die aan? Maar je kan zaadjes planten en strooien, maar als je tuiniers hebt die in hun idee over tuinieren alles doodspuiten, bijvoorbeeld, ah, ja. met pesticiden, dan kom je er wel niet. Dus hoe kan je naast het planten van zaadjes ook op het algemene metaforische proces van tuinieren en de tuiniers die dan dat tuinieren gaan doen, hoe kan je die dan ook meepakken? Ja, dat is een mooie metafoor, ja. En dan zou ik liever hebben dat je paardenmest gebruikt dan blauwe korrels. Ja. En die paardenmest gaat iets langzamer, maar is wel duurzamer. Ja. Ja, maar Rudy, ik zou daar graag aan toevoegen dat je niet van het idee moet vertrekken dat paardenmest de enige oplossing is. Nee. Volgens dus mij het eerste wat er bij mij opkwam van het mooie aan dat tuinieren is dat elke tuinier zijn accenten ergens anders legt. En dat stond ook bij je valkuilen, van dat je niet mag vastpinnen aan één methodiek. Hè. Je moet kunnen dansen. Hè. En dat is juist... voilà. En dat vind ik, vond ik heel mooi aan de metafoor van het tuinieren. Dat is waar. Laat ons maar hoe je... Ik hoor daar nog iets verdragen. Ik denk wat ik eruit haal. Ja, vandaag. Ik denk, oh ja, je hebt ook te verdragen dat het proces niet sneller gaat dan dat het ja, gaat. En ja. dat je gewoon door moet gaan waar je mee bezig bent. Dus ik voel ja. me door zo'n ochtend als deze geïnspireerd. En als ik naar die metafoor van de tuinieren kijk, dan heb ik ook te verdragen dat er, naast dat er diversiteit goed is, ja, zit daar voor mij in ieder geval een stukje verdragen in dat het soms ook echt maar je kan de blauwe korrels gaat. Waar ik, sorry? Je kan ook genieten van de blaadjes die ontluiken. Ja. Ja. Zeker, maar ik vind de blauwe korrels nog steeds ingewikkeld. Ja, inderdaad. Kijk, meestal zijn die zaadjes wel in mijn beleving uitgekomen. Alleen het management ziet niet de eerste blaadjes die uitkomen. Die worden plat getrappeld. Die ja. worden, dus op het moment dat je als manager vertelt dat je iets wil of een bepaald doel hebt, dan zijn er echt altijd mensen die daarmee beginnen. Alleen het valt niet op. Ja. Ik denk dat we gaan afronden. Ik ga de metafoor die Patricia vertelt, doet ons beginnen dialogiseren. Je ziet het, hè? Het werkt. Patricia is gekend voor metaforen ondeugendheid. Luizende pijls, zei ze zelf. Ja, luizende pijls. Je hoort er een metafoor in, je moet daarover nadenken. Voor metaforen, kom maar bij mij. I know. Ik nodig jullie uit om eens naar de website Deep Evolvement te kijken ook, waar je die visie van professionele identiteit en mijn missie ook beter kunt lezen. En als je die beweging ook wil ondersteunen, schrijf je in op de nieuwsbrief. Dat is een manier om eigenlijk verbinding te behouden. Maar anders welkom op een of andere training of als collega. Succes met elkaar. Ja, we gaan ervoor. Leren en ontwikkelen. Dus je... waar vind je je biografie? Bibliografie. Ah ja, op onze website Deep Evolvement hebben we een e-shop. Super. Daar vind je al mijn boeken ook. Oké, ik denk dat we het daarbij laten met de... Patricia, ja? Ja, dus deze Zoom wordt op jullie website geplaatst? Klopt dat? Of weet ik niet. Ik weet het niet. Ik dacht dat je dat gezegd had. Nee, maar het is gewoon omdat ik het interessant zou vinden, want een van mijn dochters lijkt mij zo wel het profiel te hebben om zo de hele sequens van de opleidingen te gaan volgen. Dat is welkom aan je dochter, dat is 10 jaar werk. Wel, ja, maar ik zie het ook zo, maar ik denk dat ze naar zoiets aan het zoeken is. Ik denk dat ik de audio zal ter beschikking stellen, omdat ik toch, mensen kijken ook niet graag naar al die koppen, hè. Allee, bedoel, ja. ben nog aan het nadenken hoe dat ik dat zal verspreiden, Patricia. Ja, oké. Okay. Dus, ik begrijp je vraag. Dus ja. Als je weet mij te vinden, hè, mijn e-mail staat op de website. Smakelijk allemaal. Dank u. Dank u. Dank je wel, merci. Dag Jeroen. Jongeman. Dag Vivian. MHFA. Mike, beste, hè.
MHFA, wat is dat? MHFA, Vivienne. Sorry, ik was mijn liefknop aan het zoeken. Mental Health First Aid. Dat is een EHBO-cursus voor het omgaan met psychische problemen. Ja, oké. Okay. Daar zitten al jouw mooie punten in de gelaagdheid in verstopt. Ja. Contact maken van mens tot mens en van daaruit samen de wereld een beetje mooier proberen te maken. Ja. En als je dat niet doet, werkt het ook niet, hè? Nee, kan alleen van binnenuit. Ja. Ja, dus dankjewel voor deze inspirerende ochtend. Dag, Vivienne. Dag.